Kan de 220 uit? Kan de 220 uit? We gaan zo vertrekken. We hebben al een rondje in de machinekamer gedaan. Even oliepeil gecontroleerd. Kijken of alles goed is. Ik start nu alles op. De navigatiecomputer. We laten de motor even warm lopen. De piloot wordt aangezet. De kopschroef enzovoort enzovoort. Nathalie gaat zo varen. Dus ik ben alleen alles aan het klaarzetten. Ik kan zij het overnemen. Even voor de goede orde. Hier kunnen schepen vandaan komen. Dat is niet zo belangrijk. Welk schepen naar toegang. Bijvoorbeeld deze hier, de Regina. Als je zo ziet waar die vaart, zal die wel. Dan gaat ze richting wijk. Ik zeg het varen, we houden de kopstof nu naar het stuurbord. Strakjes draaien en we hebben aardig wat ruimte, meer ruimte achter voor. Dus draaien achterlangs aan de andere kant. En dan geef je 60 graden stuurbord roer, dan gaat het zo dwars uit. Dus van de kracht, dit glas en dat glas, op elkaar afstemmen, dat die mooi recht krijgt. Op het moment dat je vrij bent van die corso, zet je hem op handbediening, op piloot, dan kan je hem ook weer sturen. Dan laat je de roerschroef nog even uitstaan af. En op het moment dat je echt vindt dat hij vrij is, zet je die naar voren, zet je hem uit. Mijn verrekijker ligt daar nog. De headset aan, denk ik. Best uit elkaar halen van de rest. Thank you.
6. Ja. Sandtrans 6. Ja, jullie gaan er wel een beetje doordraaien, zeker heb je maar zo dadelijk. Ja, oké, okay. Blijf zo dat hebben, hè. Het was de bedoeling dat Nathalie ook zou gaan aanleggen. Maar helaas is de plek die we op het oog hadden niet geschikt. Ze moet ineens vrij kort hier inparkeren. Dus ik neem het even over. Bezig met vaaroefeningen, zouden we nu links en rechts een keer langs zijn mogen? Ja, is goed. Ja, de mooiste uit. Wij gaan starten aan uw padbordkant. Uit de motor. Die bolder is over 10 meter. Nee, die staat hier. 3 bolders. Oh, ja. Thank you.
gebracht. Even dubbel. Tik, staat die jongetjes. Vrouw, misschien kun jij ondertussen even de band ertussen hangen. Gewoon alleen maar laten vallen. Nee, dat denk ik ook niet. Oké. Maak anders maar een stropje. Dus even, ja. We kunnen ook een beetje naar voren als dat makkelijker is. Dat jacht niet te hulp gekomen. Oké. Dat is inderdaad niet aan de hand dan. Ja, kan maar niet anders. Hetzelfde stopje weer naar voren toe. Ja, ik zit te kijken welke zo. De grote, ja. Nee, de grote. De grote. Of ja, nee, die kleine ook. Ik vind het best. Ik vind het best. Ja, ik snap het. Geen zin om te kijken of die stop gewoon genoeg
Tuurlijk wel, dan gaan we ook weer een stopje voor maken. Ja. Dus. Maak je zelf een stopje. Doorgehaald, ja, precies. Ja, oké. Fender op hoogte hangen. Daar kan ik niet bij. Nee, nu zeker niet. I can. Doe dit. Zo te zien. Ook weer een stropje. Dan wil je daar twee touwen dan, dat we dan nacht liggen? Denk je via de kant? Ja. Ja, doe maar. Mooi. Dat is een subtiele moeite. Ja, dat gaat wel.